Hartelijk welkom bij deel 6 van onze serie over Lightburn en de update 1.1.xx. Inmiddels is er weer een update over Lightburn heen gegaan. Het is inmiddels 1.1.03. Maar wederom betreft het een bugfix, dus iets wat mis is gegaan en niets anders dan dat. Vandaag de laatste twee thema's voor dit moment over het doen van de upgrades. Het eerste gaat over de masking functie. We hebben in een eerdere video al eens een keer laten zien hoe dat masken werkt. Maar dat is eenvoudiger geworden sinds deze nieuwe versie van Lightburn. Wat is masken eigenlijk? Masken is dat je een foto hebt en daar wil je maar een klein stukje van gebruiken in datgene wat je wil gaan doen. Nou, laten we dat eens gaan bekijken. Laat ik om te beginnen eens een foto erin gaan zetten die ik op mijn bureaublad gezet heb. En hier komt die foto. We gaan er even een stukje op inzoomen. Zo, dit is van een bazaar in Turkije. En stel, ik wil maar een stukje van deze foto hebben. Dus zeg maar het stukje waar hier deze ballen hier hangen bijvoorbeeld. Wat ik dan doe, dan pak ik een vierkantje of een rondje, net wat je wil. Ik pak een vierkantje, oftewel het rechthoekje. Dat hangt er dus vanaf of je je shift-toets ingedrukt houdt. Nou, ik hou even mijn shift-toets ingedrukt. En aan het eind van de rit laat ik los. Ja? Als je heel goed kijkt, en ik zal even mijn selectietool pakken, dan zie je dat hier, en daar zullen we even dieper op inzoomen, dat hier wel degelijk nu een selectie gemaakt is, een vierkantje getrokken is. Oké, dat is even belangrijk om te weten. Wat ik nu ga doen, ik ga dus even uitzoomen, doordat ik de hele afbeelding weer in beeld heb. Zo. Nu pak ik mijn selectietool. En nu selecteer ik beide objecten. Dus zowel de afbeelding als ook het vierkantje. Vervolgens ga ik op het vierkantje staan. Ik doe rechtsklikken. Let wel even op dat die op lijn moet staan. Dus dat vierkantje wat je hier heel moeilijk ziet. Ik zal hem even op vullen zetten, dan zie je waar die is. Daar is die. Ja, maar die moet dus op lijn staan. Nu ga ik daar met de muis op staan. Ik doe de rechtermuisknop en ik kies onderin voor masker toepassen op de afbeelding. Gaan we even doen. Masker toepassen op de afbeelding. En zie je hier, we hebben een stuk van de afbeelding te pakken. Nou, even nu alleen dat vierkantje selecteren. Zo. En als je hem nu beweegt, zul je zien dat de afbeelding blijft staan. Maar jij kunt een stuk uit die afbeelding selecteren en dat vervolgens op een lijn gaan zetten en gaan laseren. In dat geval zet je overigens die afbeelding, zet je de output uit. Zo, die is er niet. Ah, zie je, dat kan lekker niet, hè? Want dan is dit ook weg natuurlijk. Nee, je moet hem natuurlijk aan laten staan, want je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt een lijn, dat is de lijn die eromheen loopt, en je hebt de afbeelding. En dit kun je dan lezen. Dus het maskeren, de masking functie, is een stuk makkelijker geworden door de afbeelding er neer te zetten, daar een vorm overheen te tekenen, op lijn te zetten, allebei selecteren, rechtsklikken en dan afbeeldingsmasker gebruiken. En als ik nu, want dat is de volgende in dit verhaal natuurlijk, even voor alle duidelijkheid. Het is nog steeds zo dat ik hier in die afbeelding zit. Dus als ik nu dat kleine vakje pak, dan verschuift hij nog steeds, zeg maar, de afbeelding. Nou, ben je nu tevreden, dan ga je dit definitief maken. En dat doe je dus weer op dat stukje afbeelding te gaan staan. Rechtsklikken en dan de afbeeldingsmasker afvlakken. En nu hebben we alleen nog maar deze afbeelding over. Zie je dat? Zo werkt dat dus in Lightburn. Functie 2 is ook een hele mooie functie. Ik was deze week op een evenement in België. En ik kreeg daar toevallig ook de vraag die ik nu ga laten zien. Dus Gunther, deze is voor jou. Stel, je hebt een leuke afbeelding. Laten we eens even bij animals gaan kijken. Ik heb hier wel wat dieren. Even zien. Nou, ik pak hier even een afbeelding. Zo. Je kunt deze afbeelding natuurlijk laseren. Maar vaak heb je dan een plaat waarop deze afbeelding komt te staan, terwijl ik misschien juist wel ook het dier wil uitsnijden. zeg maar puur hier omheen wil snijden, om zijn figuur heen. Oké, hoe gaan we dat dan doen? Nou, om te beginnen zullen we van deze afbeelding een lijnafbeelding moeten maken. Want het is nu een afbeelding, dus ik wil er een vector van hebben. Wat doe ik? Ik ga rechtsklikken. Ik ga de afbeelding overtrekken. Nou, in dit geval ben ik wel redelijk tevreden. Ik zeg, ja, anders kun je met die schuifbalken zeg maar die paarse lijnen beter maken. Maar ik ben redelijk tevreden met wat ik zie, dus ik doe oké. En dan zien we aan de rechterkant dat ik een afbeelding heb en een lijn heb. Ik ga eerst eventjes die twee van elkaar afhalen. En nu kan ik de afbeelding verwijderen. Soms is de afbeelding al een lijn, lieve mensen. Dan hoef je dit wat ik nu ga doen niet te doen hoor. Dat zeg ik gelijk even. Zo. Nu is het verhaal, als ik hem op lijn heb staan, dan krijg ik dit hier getekend en eventueel kan ik gaan snijden. Maar als ik nu zou gaan zeggen snijden, dan snijdt hij alles wat een lijn is, snijdt hij uit. Dus dat wordt een beetje een chaos. Dus waarschijnlijk zou ik hier eerder een vul van maken. Zo, dan heb ik mijn afbeelding. Maar nu kan ik iets heel moois doen, want nu kan ik hem selecteren. En dan kan ik vervolgens gaan zeggen, ik wil een offset shape. Ik klik dat aan, die offset shape. Ik kan daar aangeven wat de compensatieafstand moet gaan zijn. En ik kan gaan aangeven dat ik in dit geval de outer shape only wil hebben. En als ik nu op OK klik, komt er in feite een lijn omheen te zitten. Ik doe even die vul uitzetten. Ik ga daar even een lijn van maken. Als we heel goed gaan inzoomen namelijk, zullen we zien dat er nu een extra lijn om de tekening heen zit. Zie je dat? Het zijn eigenlijk nu 3 lijnen geworden hier. Nou, wat kunnen we daar nu mee? Nu kunnen we gaan zeggen van, ik doe de hele afbeelding selecteren met mijn selectietool. Ik doe ungroupen, dat is met het poppetje bovenin. En nu kan ik zeg maar die buitenste lijn aanklikken. Ja, en die kan ik op een apart toolpad gaan zetten. Dus die zet ik op blauw. Ja. En die blauwe, die geef ik de snijinstellingen weer mee in dit geval. Dus ik zet hem op 300 snelheid en 85 speed en dan 4 keer eroverheen. Dat zijn mijn standaard snijinstellingen voor het hout wat ik gebruik. Terwijl ik de afbeelding aan de binnenzijde, ja, die kan ik zometeen bijvoorbeeld een vul meegeven. Nou, gaan we even doen. Dus nu heb ik 2 acties. Ik heb de tekening van het poppetje en als dat klaar is, kan ik de blauwe lijn gaan uitsnijden. En dat is dan dus de omtrek van het poppetje. En op die manier kan ik de figuur maken, maar kan ik ook de vorm van het figuur uitsnijden. Oké, nog één klein dingetje. Als er nieuwe functies te boven komen nog, uit die update die ik de moeite waard vind om u te laten zien, zal er nog een 7e deel komen. Maar dit was het laatste deel van die update serie. Ja? Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Het kan wel eens even duren voordat er een volgende video komt. Ik ben erg druk op dit ogenblik met een Oekraïense vluchteling. Met een kind van een Oekraïense vluchteling. En ik kom dus pas weer met een volgende video wanneer ik wat meer tijd heb en wanneer ik een thema heb waarvan ik vind dat u het moet zien. Ik hoop dat u ervan genoten hebt en dat u veel plezier gehad hebt. Tot de volgende keer. Dag.